Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze herdenking. Iets harder. Een speciaal woord van welkom. Hij staat niet aan. Ja, een speciaal woord van welkom aan de sprekers van vandaag. Ellen Smit, Carla Schardijn en Ankie Reurink en ook aan de burgemeester van Helmond, mevrouw Ellie Blanksma van den Heuvel. Een harte welkom. Welkom ook Joyce Radesij en Emmeline, die straks een muzikale bijdrage zullen leveren. En tot slot welkom meneer Wim Elgers, Indië-veteraan en oud-marinier die in 1962 in Nieuw-Guinea heeft gediend. Gediend, dat is een mooi woord, maar eigenlijk heeft hij gevochten. Hij verloor daar vandaag, precies 56 jaar geleden, zijn vriend en collega marinier Peter Manny. En we zullen hem vandaag ook herdenken. Herdenken is stilstaan bij een bijzondere gebeurtenis. Vanavond staan wij stil bij het feit dat op 15 augustus 1945 Japan capituleerde. In deze dagen komen herinneringen boven en die barre jaren. Voor mij stond de jappetijd van mijn vader pas echt levensgroot voor me toen ik een afbeelding van zijn kampkaart op internet vond. Het was dus echt zo. Hij was krijgsgevangene geweest. Dan geef ik nu het woord aan de burgemeester van Helmond, mevrouw Ellie Blanksma van den Heuvel. Een verwoeste, lege stad. Een uitgestorven straat. Een verlaten huis. Een lege stoel. Dames en heren, zo begon ik mijn toespraak tijdens de laatste dodenherdenking op 4 mei. Vanavond, hier in de cacaofabriek, begin ik op dezelfde wijze. Omdat deze woorden tekenend zijn voor de littekens die een oorlog veroorzaakt. De oorlog in Nederlands-Indië is daarom geen uitzondering. Een oorlog laat altijd iets achter. Niet alleen uitgestorven, kapotte straten, met als gevolg verlaten huizen en lege stoelen, maar vooral ook verscheurde dromen, geknakte levens en gebroken harten. Vanavond staan we hierbij stil, met als treffend thema herdenken en toekomst. Omdat wat toen gebeurde als iets moet dienen voor dat wat nog komen gaat. Van begin 1942 tot eind 1949 woedde de oorlog in Nederland-Indië. Nederlanders, Indo's, Molokkers, Chinezen, Timorezen. Ze werden geconfronteerd met oplaaiend oorlogsgeweld. Onder Japans bestuur en tijdens de Bersjap een continue stroom van etnisch geweld. 75 jaar geleden was dit in Nederlands-Indië aan de orde van de dag. Zo ook, en dat zag u op het filmpje, Henk Kemker. In 1929 geboren in Pro-Bolingau, Oost-Java. Een man met Indisch bloed. Later verhuisd naar Brabant. Zijn verhaal maakte veel indruk op mij. Zijn beeldende oorlogsherinneringen, voorzien van heel treffende emoties. Japanners die martelden en moorden. Australiërs in varkensmanden gedumpt in zee. De bloedige maandag bij de Simpang Soes. Henk Kemper zag het, maar kon heel weinig doen. Als tiener, bevangen door angst en machteloosheid,
50 jaar. Maar liefst 50 jaar duurde het voordat hij zijn verhaal kon delen. En ook toen nog waren de nachtmerries over die periode niet voorbij. Onwezenlijke ervaringen uit een onwezenlijke tijd. Erover praten is moeilijk. Het leed wegdrukken lijkt soms comfortabeler. Maar zwijgzaamheid lost zelden de problemen op. Terwijl juist het gesprek de ruimte creëert. Door het gesprek krijgt het trauma een plek. En krijgt het herdenken waarde voor de toekomst. Deze avond, dames en heren, is daarvan opnieuw het bewijs. Wij zwijgen niet, maar wij vertellen. We vergeten niet, maar we benoemen. Omdat de slachtoffers van toen dat waard zijn. En omdat de wereld van straks deze verhalen, hoe confronterend dan ook, verdienen. Morgen, op 15 augustus, herdenkt Nederland de slachtoffers van de Japanse bezetting. Vanavond herdenken wij hier in Helmond, net als in Amstelveen, in Arnhem en in Nijmegen, de aandacht van deze herdenking, zoveel vandaag in de media te lezen, neemt ieder jaar toe. En dat is goed en dat is belangrijk. Dit is een belangrijk teken. Een herdenking als vanavond, dat bindt en benadrukt het collectieve ook hier in Helmond. Want hoe verschillend we ook zijn, vrijheid is een onmisbaar voor ons allemaal. Laat Helmond daarom een stad voor iedereen zijn, met diversiteit van vrijheid als fundament. Voor de vreemdeling, voor de vluchteling, voor mensen die nu strijden of vluchten. Onze vrijheid verplicht tot inzet voor vrijheid van de ander. Want vrijheid zet niemand buitenspel. Dat is een les die het herdenken ons biedt voor de toekomst. Een oorlog, zoals die in Nederlands-Indië, laat altijd iets achter. Gebroken harten, kapotte straten, maar vooral ook verhalen en herinneringen, waarin liefde en moed overheersen en die daarmee de nare gedachten overwinnen. Maar een oorlog zoals die in Nederlands-Indië laat ook een toezegging achter. Een toezegging dat deze wrede gebeurtenis zich niet mogen herhalen. Vanuit die gedachte, dames en heren, kijk ik hoopvol met u vooruit. Naar een toekomst in vrijheid. Een kostbaar goed dat niet vaak genoeg kan worden onderstreept. Onze vrijheid. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Blanksma. Indrukwekkende woorden. U liet zich vooraf heel goed informeren over de oorlog in Indië, de Bersiap en de pollutionele acties. En ik weet dat ik namens de Indische en Molukse gemeenschap spreek als ik zeg dat wij het heel erg waarderen dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te herdenken. Fijn, terima kasih. Ik zou u willen vragen, als u het kunt, om nu te gaan staan voor een minuut stilte.
aanwezigen. Hiermee zijn we aan het einde van de herdenking gekomen. Toen ik dit nummer uitkoos, dankzij dier Heer, heb ik aan jou gedacht, Carla, omdat uit jouw toespraak ook dankbaarheid sprak, ondanks alles. En aan de andere kant, 14 jaar en de zorg en verantwoordelijkheid voor 3 jongere zusjes. Anka Toppie. Dank je. Heel veel dank aan de cacaofabriek en Omroep Helmond, de techniek en de mensen achter de schermen voor hun bijdrage aan het slagen van deze herdenking. En nogmaals heel veel dank aan de sprekers en u allen. Bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat dit samen herdenken u ook een beetje troost heeft gebracht. Voor straks wel thuis, maar nu kunt u buiten napraten met een hapje en een drankje. Dank u wel. Terima kasih.